Daar staat er een heel veld vol van. We gaan met een bootje over het kanaal Midi. Kanaal du Midi. En ik ben benieuwd, het is een echte toeristische activiteit vandaag. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Menos de una hora y media. Presentación del capitán se llama. We zitten in een van de vele sluizen en de deuren gaan open. Wat het anker daar doet, geen idee. Dit is een doorkijkje. De lage brug aan deze kant van de sluis. Altijd aan de lage kant hoeft die minder hoog gebouwd te worden. En we gaan de sluis weer in. Nou, een heel waterspectakel om zo te zien dat het niveau in de sluis weer omhoog komt. Ja, dat is de sluismeester. En we zijn er weer, vlak voor de volgende sluis. En we gaan de volgende sluis doen. Even een shot uit het raam van ons appartement. Zo, we verlaten ons appartement in Carcassonne na 3 dagen. We hebben het er eigenlijk best wel lekker gehad. Het was een erg in het centrum, maar toch een rustige plek. En echt een paar meter van het appartement, dat is hier links, de grote parkeerplaats, konden we de auto laden. We gaan met een volle accu weer op pad. Nu we weer op weg zijn en in de natuur, nou ja, wat de natuur in ieder geval in het groen rijden, is dat toch wel weer een hele verademing. Ondanks dat de stad ook hartstikke leuk was. We zijn in Sézac. En we hebben hier uitzicht op de Pyreneeën. Dat is een beetje heijig, maar het is een flinke afstand. Je ziet overal dat er wel sneeuw op ligt. Ja, dan rij je zo door dat Franse land heen en dan zie je dit hier allemaal zo. En dan denk je, ja, zo is het volgens mij een grasland bedoeld. Met allerhande bloemen, kruiden, van wit, maar ook rood, paars. Hele velden rood. Prachtige bloemen. Daar staat er een heel veld vol van. Hele gele oases. Dat is wat anders dan in Nederland, met de rijgraswoestijnen. Echt prachtig hier.
Maar ja, helaas ook droogteschade. 3 bomen op een rij. Kijk, nou komt hij mij een bloemetje brengen. We waren benieuwd wat voor soort bloem dat is. Dan kunnen we dat even opzoeken op Google. Ja, zomaar onverwacht langs de kant van de weg zie je in de verte ineens een schacht, een lift voor een mijnschacht. En hier is ineens een heel klein museumpje ingericht. En het is het heet hier de Zwarte Bergen en dat is vanwege leisteen. Maar hier werd duidelijk goud gewonnen. En hier zie je ook afgravingen daarvoor aan de berg. 1983. Op luchtmijn. Ja, nou, dat is toch inderdaad een mijn geweest. Agen. Hoort eens. Eerste eeuw voor Christus. Eerste exploitatie van ijzer in de Montagne Noire. En dan gaan ze over op 1776. Wat Mies Pikel is, weet ik niet. 1873. En hier krijgen we zilver. L'argent. Argent. En hier krijgen we de ontdekking van goud. Ja, 1892. En hier hebben ze het weer over ijzer. En... Dat is mineraalrijk hier duidelijk. Ja. In 2004 is alles gesloten. Ja, definitief. Nou ja, de lieren. En dit is dat ding wat je zag? Ja. 60 meter. Diepte, dat is echt zo'n... De enige in Frankrijk voor de winning van goud. Van goud, ja. Hij heeft 2 wagens van 5 ton kan hij heen en weer huppelen. Maar hier moet dan dus van dit goud ingezeten hebben, ja. In deze stenen. Dan moeten dan goudaders hebben. Ja, ik weet ook niet precies hoe het werkt, want... Ja, of het is een schuine helling geweest. En je denkt als je hem rechtop houdt, dan valt alles eruit. Ja, je ziet hier wel. Ja. Deze en ook. Hier een lijstje met alle mensen die gebleven zijn. Oh ja. Inderdaad, het is roestig, die steen. En er zit een ijzer in, anders roest het niet. Nou, ik had er eentje hier. Ja, dat is gewoon allemaal duidelijke roest. Lagen. Ja, een fotootje of een filmpje met een meneer van de... We zijn in Château... In, hoe heet het hier? La Tour. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En dat doet het iemand dat hij er langs wil. En we zien hier 2 kasteeltjes op een berg. Het is wel een bijzonder dorpje hier met dat riviertje wat eronder doorloopt. Maar er moeten er 4 zijn hier. Deze weg heet ook Route de Quatre Châteaux. Route van de 4 châteaux. Of weg, beter gezegd. Weg van de 4 châteaux. Maar hier is duidelijk ook nog een industrie geweest met die schoorsteen. Maar goed, er lopen mensen daar bij het château. Dat gaan wij waarschijnlijk niet doen. Daar nog een château. Maar dan moeten er 4 zijn. Ik denk niet dat erbij hoort. Maar misschien zien we de rest nog. Een bijzondere omgeving hier. Het ene moment moet je ervoor naar een botanische tuin. En het andere moment groeit het gewoon langs de weg. Met mooie... Geel-oranje korstmossen. Tussen de diepe dalen van de Orbiel en de Grésilloux liggen in een woest landschap op een rotsachtige bergrug de ruïnes van 4 kastelen: Cabaret, Tour Régine, Fleur d'Espine en Quartigneux, die in de 12e eeuw de vesting Cabaret vormden. De heer van Cabaret, Pierre Roger de Cabaret, was een vurige verdediger van de Cathares. Tijdens de kruistocht tegen de Albigensen in 1210 kon Simon de Montfort deze vesting niet innemen, terwijl Minerve en later Terme capituleerden. De Cataren die uit deze plaatsen konden ontsnappen, zochten hun toevlucht in Cabaret,
waar alle aanvallen afketsten. Pas in 1211, na de vrijwillige overgave van Pierre Roger de Cabaret, slaagde Simon de Montfort erin de vesting te bezetten. Nou, het is hier best wel weer aardig. Het is mooi hier. Ja, daarmee hebben wij wel onze ene laatste dag bereikt. Nou ja, we zitten in de leisteengebied en als je dit huis ziet, allemaal hele platte steentjes. Niet de grote keien. En het geeft wel een bijzonder beeld. We zijn op Pic de Noir. Noor eigenlijk. Nee, ik dacht zwart, maar het is Pic de Noir. Nou, dat is dus de piek. En dat is wel het hoogste puntje hier. En daar hebben we de sneeuwbetopte Pyreneeën. Zegt hij? Er is inderdaad hier wel een 360 graden beeld. Ja, dat was een god weet zo'n beest op hier. Na 100 meter links afslaan en dan rechts afslaan. Dat zie je dus niet veel van. Aanhouden. Rechts aanhouden. En mensen vonden het nodig om stenen op elkaar te stapelen hier. Ja, en over dit soort weggetjes rijden dan naar beneden. Daarboven een hele loopbrug. Even lekker griezelen. We zijn in het Carthagen Museum. De provincie Occitanië behoorde nog niet tot Frankrijk in de tijd, maar was een zelfstandig land. Ja, en ik onderbreek hier mezelf even. Het Katharen Museum is zo'n beetje het meest saaie museum wat we in lange tijd gezien hebben. Dus ja, 10 minuten een dergelijk verhaal ophouden, dat maakt de beleving niet beter. Daarom even heel kort. We hebben een wat uitgebreider beschrijving onderin de tekst gezet. Die kan je lezen als je wil. Verder staan er uitgebreide verhalen op Wikipedia. Over de Albizensische kruistochten, maar ook over Katharen en Simon Beaufort, die vooral ja, heel veel Katharen heeft achtervolgd. Katharen was een christelijke stroming die de paus niet erkende. Dat vond de paus uiteindelijk niet leuk. Ze wilden een zuiverende vorm van het geloof beleiden en uiteindelijk zijn ze via kruistochten allemaal op de brandstapel beland. Daar komt het kort gezegd op neer. De Katharen hebben geleefd van het jaar 1000 tot ongeveer 1250. Zo zou een boerenwoning eruit hebben moeten zien. Ja, en dan hebben jullie van ons nog het de route te goed. We zijn vandaag begonnen in Carcassonne, waar we toch een prachtig appartement hadden, vlakbij de binnenstad.
de historische binnenstad. We zijn daar redelijk vroeg vertrokken en we zijn gegaan naar het mooie uitzichtpunt in Cézac. Daar konden we de Pyreneeën zien, zelfs de sneeuw erbovenop. Op zich gaf dat een prachtig uitzicht. Het was een mooi plaatsje. Vervolgens zijn wij doorgegaan naar Las Tours, waar de vier châteaux stonden. En, ja, dat was een mooie rit waarbij we onderweg ook nog bij nummer 3 langs het mijnwerkers- en staalarbeidersmemorial zijn gekomen. Die lag toevallig op de route. Nou ja, goed, we hebben een aantal van die châteaux bovenop de berg zien liggen, maar verder ook niet veel. Er zit een heel verhaal achter wat daar allemaal gebeurd is. Het zijn in ieder geval vier Kataren burchten onder één heer. Vervolgens doorgereden omhoog naar noorden. Pic de Nord zijn we bovenop geweest, hebben we van het uitzicht genoten. Die vreemde rode toren erop, dat is een vreemde bol. Vervolgens zijn wij naar Mazamet gereden. Daar hebben we bij Castellourge hebben we onder de brug doorgereden. De hangbrug, de voetgangershangbrug doorgereden. Bij 10 in Mazamet hebben we het Katarenmuseum bezocht. En in 11 hebben we in een appartement overnacht. Maar ja, dat hebben we maar niet gefilmd. Dat was niet echt filmwaardig, dat appartement. I'm on an endless journey through eternity. Peace be still, there is nowhere to run.